Het ministerie van Volksgezondheid neemt het gezondheidsadvies over. Dat is uitgebracht op 20 november 2018 vanuit het Amerikaans Centrum voor Ziektebeheersing en Preventie. Het gaat om de Romaine sla die de E. coli-bacterie bevat. In kader hiervan zegt de minister van Handel, Industrie en Toerisme het volgende. Naar aanleiding van de recente berichten over E. coli-bacterie-uitbraak bij de Romaine sla, heeft het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme reeds maatregelen getroffen nadat de eerste berichten ons hebben bereikt. Het ministerie heeft via haar afdeling Consumentenzaken reeds contact laten opnemen met de importeurs, met de diverse importeurs van groenten. En we hebben onze bezorgdheid ook aan hun kenbaar gemaakt. Daarbij is gevraagd om de producten van de schappen te halen. We hebben ook het bericht naar de winkeliers en ondernemers laten uitgaan om die producten van de schappen te laten halen. En om eventueel producten die in aanraking zijn gekomen met de Romeinse sla, met het product, ook te verwijderen, te vernietigen en ook de schappen te ontsmetten. Naar aanleiding van de recente bekendmaking van het ministerie van Volksgezondheid hebben we ook gemeend om een nadere controle op te laten uitoefenen door het ECD. De ECD zal in de komende dagen de winkels langs gaan om te kijken of er nog Romeinse sla in de schappen aanwezig zal zijn. Voorzichtigheid is wel geboden, maar ik denk niet dat de gemeenschap bang hoeft te zijn voor een uitbraak van de E. coli-bacterie hier in Suriname. Wij hebben in ieder geval geen meldingen daarvan waargenomen. De FDA in Amerika is ook naastig bezig om het geheel in goede banen te leiden. En een aantal gebieden die in eerste instantie werden aangemerkt als besmette gebieden, zijn nu ook vrij verklaard. En we blijven de ontwikkelingen op de voet volgen, maar het feit is, wij vragen de gemeenschap om voorlopig geen Romeinse sla te laten consumeren. En indien u dat wel doet, zorg ervoor dat het goed gekookt wordt. Dank u wel.